ben Anna en ik ben 12 jaar en ik zit op kunstschaatsen. Je hebt dan pirouettes, je hebt pasjes, je hebt sprongen. Je moet ook sierlijk zijn, je moet mooi en je uitstraling. Je moet het ook heel leuk vinden. 7 keer per week traint Anna voor haar favoriete sport, kunstschaatsen. Gisteren werd ze 2e op het Nederlands kampioenschap. Als je heel lang oefent en dan opeens lukt, dan ben je echt zo blij. En al dat oefenen doet ze bij de kunstschaatsclub in Heerenveen. De laatste tijd is het hier ineens een stuk drukker. Maar we moeten elkaar ook even een beetje leren kennen, want volgens mij zijn er een paar nieuwe gezichten. Want veel kinderen willen het wel eens proberen en geven zich op voor een proefles. Elke week wel 4 of 5 mailtjes erbij van kunnen we een proefles voor krijgen. Nou, dat was fantastisch. En vandaag hadden we zelfs 15 proeflessen staan. Dus het groeit en het groeit en het groeit. Ik vind het heel erg leuk, omdat ik eerst op dansen zat en toen vond ik schaatsen ook leuk. Dus dan dacht ik van kunstschaatsen. Nou, door mijn vriendin kunstschaatsen al een tijdje en ik wou het gewoon eens een keer proberen. De kleedkamer is ook steeds voller en zo, dus je hebt minder plek. Daarom kom ik ook wat eerder, zodat ik echt een goed plekje uit kan zoeken. De drukte komt volgens de schaatsverenigingen vooral door de Olympische Spelen. Daar deed voor het eerst in 46 jaar weer een kunstschaatsen mee voor Nederland. Lindsay van Zundert. Die heeft ervoor gezorgd dat kunstschaatsen gewoon weer in de picture is gekomen. En daar zijn we echt heel erg blij mee. Want we zien gewoon steeds meer aanmeldingen en kinderen die dat ook graag willen proberen. Ik geef dan ook wel les. Ik had een meisje, die hielp ik vandaag. En zij zei, ik keek ook naar Lindsay en ik wou dat ook super graag doen. Dus nu stond ze daar en was ze heel blij. Nou, omdat veel kinderen het hebben gezien, zo vinden, denken ze, oh, dat is wel leuk. En al die aandacht voor hun sport vinden ze hier allemaal super fijn. Nu komt het meer op tv en wordt het meer bekend of zo. En eerst waren we heel klein. Ik hoop dat het nog populairder wordt in Nederland.